Lieve leute, ik heb in Duitsland een oom en een tante die heel graag naar Nederland gaan. Vooral naar een plaats met de naam De Ja, nu denk je wellicht De Nou, in de achterhoek is die plaats beter bekend als Doetinchem. Dus jullie zien, het is soms een beetje lastig als je de naam van plaatsen niet goed kunt uitspreken. En daarom heb ik hier een kleine introductie. Duitse steden met een moeilijke naam, zodat jullie niet Zeusveld zeggen. Veel plezier. En daarom heb ik hier enkele Duitse plaatsnamen die de gewone Duitse spelling volgen, die voor Duitsers helemaal geen probleem zijn, maar misschien voor Nederlanders. En dan zijn er ook nog plaatsnamen hier in mijn lijstje die wel voor Duitsers lastig zijn uit te spreken, omdat ze wel van de, Duitsers, van de gewone Duitse spelling afwijken. Nou, een gewone Duitse plaatsnaam is Euskirchen. Je hebt. Ihr habt höchstens gesehen, dass die abweicht von der niederländischen Spelling, Es ist dus Euskirchen mit den sachte CH, mit dem Ich-Laut, nicht mit der harte Ch der Ach-Laut. Das Euskirchen für Deutsch ist kein Problem. Und auch diese Platznamen nicht. München, Stuttgart, Hamburg. Ja, ihr kennt Platznamen, die einigen... Burg, ook in het Nederlands, Middelburg bijvoorbeeld, in het Duits is wel de uitspraak heel officieel met een harde K aan het eind, dus Hamburg. Maar dit zijn plaatsnamen die voor veel Duitsers wel een probleem zijn, bijvoorbeeld omdat ze een C aan het begin van een plaatsnaam niet meer zijn gewend. Vroeger heb je Keulen, Köln en Kassel wel met een C geschreven, nu met een K, zo wordt het uitgesproken, en zo ook hier. CH aan het begin van een, uh, van een woord, ja, net, net als in chemie, schrijkunde, chemie, kun je uitspreken, maar nee, deze plaatsnaam in Sachsen, dat is Chemnitz. CH kan ook een K zijn, net als in het woord karakter. Ja, en CH kan ook een G zijn, cham, maar nee, deze plaats in Beieren wordt uitgesproken kam. Heel veel van de namen die een beetje raar zijn, een beetje raar worden geschreven, die heb je in Noord-Rijn-Westfalen, dus een deelstaat in de buurt van Nederland. En daar, daarmee heb je misschien wat vaker te maken. Ja, en het rare is, vroeger heb je soms de I en de E gebruikt, niet om de klank te veranderen, voor een diftong bijvoorbeeld. Nee, een E en een I kon je ook gebruiken om. En om te tonen dat de klank, dat de letter daarvoor, lang moet worden uitgesproken. Dat had hij vroeger ook in het Nederlands. Dus hier heb je niet Zöstfeld, Zoest, Grevenbroich en Troisdorf. Maar, en dat is de correcte uitspraak, Koosveld, Zoest, Grevenbrooch en Troisdorf. Dan is er nog een fenomeen dat jullie een klein beetje uit het Nederlands kennen: namelijk dat je in plaats van een i ook een i y kunnen schrijven, dat is dan een klein beetje bekakt, ja, dat moet beter uitzien dan de gewone i, en daarom, ja, moet je zieten eigenlijk zo uitspreken alsof er gewoon een i zou staan, een lange i, zieten. En dan kan het nog gebeuren dat een u of een u, dat het verschil in de spelling niet te zien is, en daarom heb je hier niet Neukirchen vloeien, en Duisburg, mal der offizielle Aussprache ist Neukirchen flühen in Duisburg. Das der Y of die I ist hier wie ein teken von Lengte. das habe ich auch in et letzte Plätze hier, das ist in het Norden von Nordrhein-Westfalen. Ja, mal das spreche dann wel aus, Bad Oenhausen. Das uitzonderingen kann het nicht Dus, lieve leute, dit was een kleine introductie. Duitse steden met een moeilijke naam. Ik hoop dat jullie het een klein beetje interessant vonden. Misschien willen jullie daar uh, een like achterlaten. En als jullie mijn kanaal Nederland en Duitsland nog niet hebben geabonneerd, misschien is dit nu een mooie gelegenheid. Lieve leute, bedankt voor het kijken. Man ziet zich.